loonwerkbedrijf. Die loonwerkers die hebben toch alles al voor elkaar? Nou, niet allemaal, helaas. Als die breder is dan 1,30 meter, dan zou er wel een kenteken op moeten. Ja, dat kost veel energie. Eerst het aanvragen, dan ga je het sorteren. En dan moet het nog op de machine, dan moet een plaatje achter. Dit is pas mooi! Zo! Op de handrem. Ja, op 1 januari, dan is het zover. Dan moeten alle landbouwvoertuigen en rijdende werktuigen geregistreerd zijn. En dat is best een klusje voor Jan en allemaal in Nederland. Maar het moet toch echt nog een maand en dan is er geen houden meer aan. Geen verlenging, niks. Richard Henstra, die is van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. En daar ga ik mee praten vanochtend. We zijn hier trouwens bij Michiels. Geweldig loonwerkbedrijf. Gigantisch. En kijk waar die is. Hier moet hij wezen, denk ik. Richard! Ja? Oh, jouw bent toe. Mooi. Mooi. Zo, dit is jouw werk, hè? Ja. Onvoorstelbaar, kerel. Dit is geweldig. Nou, registreren. Maar dit is een loonwerkbedrijf. Die loonwerkers die hebben toch alles al voor elkaar? Nou, niet allemaal, helaas. Oh nee? Maar je zou zeggen een loonwerkbedrijf, nou ja, dat is levensbelang. Ja, daar gingen wij ook van uit. Maar toch blijkt dat de loonwerkers, ook een aantal loonwerkers, toch nog wel achterloopt met de registratie van de voertuigen. Hey, hoe komt dat? Denken ze dan van, na 1 januari krijgen we dan wel een halfjaartje speling? Of, ja, dat denken ze wel inderdaad, maar dat is niet het geval. Dat gaat niet gebeuren? Nee, 31 december is echt de laatste dag om via de conversie de voertuigen te registreren. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van ja, Nederland, we zijn natuurlijk weer de eerste. Weet je wel, dat heeft wel wat tijd. Klopt dat? Nou, wij zijn de laatste eigenlijk. De laatste in Europa? Ja. Niet? Eigenlijk zijn we de laatste land in Europa die de landbouwvoertuigen registreert. Oh, nou, dat hebben we dan wel lang opgehouden. Ja. Dat vind ik wel mooi werk. Ja, dat is best wel knap. Maar nu is er geen ontsnappen meer aan? Nee. Nee. Nee, het gaat nu gewoon echt gebeuren, 1 januari, punt. Ja. Als er nou 1 januari, als je niet geregistreerd hebt, wat dan? Nou ja, en je wilt met je voertuig op de openbare weg, dan moet je ermee naar een RDW-keuringsstation om het voertuig te laten beoordelen. En dat betekent ook dat hij volledig aan de permanente eisen moet voldoen. Dat moet hij ook als je ermee op de openbare weg rijdt. Alleen om dan een kenteken te krijgen, wordt het ook daadwerkelijk door een technisch medewerker van de RDW... En veel duurder natuurlijk. Ja, ja. Wat kost het dan? Nou, minimaal 140 euro. En nu? 18. Oh. Nou, daar kan dus wel uit. Hey Richard, dit is bedrijfsterrein, eigen terrein. Hier kan alles rondrijden, toch? Dat hoeft niet geregistreerd. Nou, dat klopt dus niet, want dit is in principe openbare weg. Want het terrein is niet afgesloten door een poort die open en dicht gaat. En is toegankelijk voor iedereen. Ik kan hier nou zo met mijn auto het terrein oprijden. En dan valt het dus gewoon open, onder openbare weg. Maar dat geldt ook voor erven bij boerderijen? Ja, zolang er geen hek voor staat dat het afgesloten is of een poort, dan is het gewoon openbaar terrein. En moet het voertuig gewoon gekentekend zijn. Jeetje. Dat geldt dus ook voor zo'n heftrucje? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe breed de heftruc is. Als die breder is dan 1,30 meter, dan moet die inderdaad geregistreerd worden als landbouwvoertuig. Ja. Oh, dat moeten we straks nog even opmeten dan. Nou, dat kunnen we wel even doen, ja. Ja, en zo'n trekker, dat is natuurlijk duidelijk. Ja, die trekker die moet gewoon een kenteken hebben. En ik ga ervan uit dat ze dat ook al wel gedaan hebben. Mooi. Goedemorgen. Ik ben Richard. Ik ben Leo. Hoi. Hoi. Heb je de heftruck ook geregistreerd voor een kenteken? Nee, die hebben we niet gedaan. Die loopt gewoon op de erf hier. Oké, ja, maar ik had het er net met Rob ook al over gehad dat het buitenterrein ook gewoon openbare weg is. Okay. Als die breder is dan 1,30 meter, dan zou er wel een kenteken op moeten. Nee, ja, dat weet ik niet hoe breed die is. Ik heb zullen we maar eens meten? Ja, zou we even ik doen. Ik heb de meterlint bij me. Dus lijkt me goed. We wel even kijken. Ik heb nu op de buitenkant. Ja. Dan is die 1,37 meter. Oké. Okay. Dus dan moet die geregistreerd worden. Als je er mee rijdt hier op het terrein. Oké, dus dan moet hier ook nog een kenteken op. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan moeten we dat even gaan regelen.
Hey Richard, ik heb nog even een vraag. We hebben natuurlijk al die kentekens aangevraagd. Hoe kan het nou dat die witte platen achter op de zaaimachine, zoals hiernaast en daarnaast, die zijn gelijk? Hoe kan dat? Nou, het gaat erom, op het moment dat de kentekenplaat van de trekker afgeschermd wordt, dat de machine die erachter hangt een witte plaat moet voeren. En in jullie geval mag de witte plaat van één van de trekkers zijn die jullie in het bezit hebben. Oh, oké. Ja, maar ik was natuurlijk net als een auto gewend dat het allemaal hetzelfde als de trekker naar voertuig moet zijn. Maar dat is dus niet het geval. Nee, als de trekker maar op jullie naam staat, dan mag die witte plaat van één van jullie trekkers mag achter op de machine. Oké, nee, dat was even mijn vraag. Hartstikke bedankt. Oké, net zoals de zaaimachines. Daar heb je gewoon de witte plaat op, omdat die de plaat van de trekker afschermt. Ja, de trekker van de plaat. Precies. Ja. En dan krijg je dat. Kijk, zo, deze is net nieuw. Kijk, hier moet hij nog op. En deze gaat er net niet helemaal boven, maar we wilden hem gewoon wel op hebben. Ja, precies. Maar Leo, als ik het zo bekijk, dan hebben jullie alle voertuigen wel zo'n beetje voorzien van een kenteken. Ja, we hebben volgens ons alle voertuigen ook gehad. Zo nu en dan komen we zo heen tegen en zeggen, oké, ja, dat rolt ook. Maar eigenlijk voor ons hebben we 99,5% hebben we gehad. Dus er zal ergens nog eens een machine zijn. Maar ja, we hebben alles al op kenteken staan. Ja, precies. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik wou dat iedereen dat inmiddels voor elkaar had. Maar zover is het voor ons helaas nog niet. Dus moeten nog heel wat aanvragen verwerken, denk ik. Ja, nou, we zijn er direct op tijd mee begonnen. We zijn direct in januari, februari zijn we ermee begonnen om te kijken van hoe ver kunnen we. Maar ja, toen ging het, het begon eenmaal te lopen. We hebben ze allemaal één voor één aangevraagd, niet in groepsverband, om alles ook goed te krijgen. En de aanhangers, je had natuurlijk zelfbouw. En dat soort spullen allemaal. En dat had wat meer werk, maar het is al ons allemaal gelukt. Nou, mooi. Het is voor ons ook leuk om te horen dat het allemaal soepel verloopt met de aanvragen. We hebben op zich helemaal geen problemen gehad. Een paar keer dat we ze er niet uitkwamen en dat had de hoofdzaak of oorzaak fabrikant. Of we gaven het verkeerde nummer op. Dat gebeurt ook nog wel eens inderdaad. Ja. En vandaar dat er nu ook foto's bijgeleverd moeten worden van het typeplaatje. Ja, precies. Nee, ja. Maar dat is ook hartstikke mooi. Ja. En dat lukt ook. Nou, mooi. Hey, Richard, dit is door iemand zelf gebouwd. En hoe krijgen we hier nou een kenteken op? Nou ja, als deze niet door jullie zelf gebouwd is, dan ben je niet zelf de fabrikant. Dan moet er een nummer ingeslagen worden door de RDW als er geen nummer in staat. Oké. Okay, dus en dan kun je er een kenteken aanvragen? Ja, en dan kan je gewoon met het unieke RDW-nummer kan je gewoon een kenteken aanvragen. Oké, nee, super. Ja. Nou, je hebt alles wel strak voor elkaar, of niet? Ja, nou ja, we hebben ons best er al voor op gedaan. We zijn voorbereid op het nieuwe jaar. Maar zijn jullie meteen in januari begonnen al? Nou ja, de tijd dat we begonnen zijn even uitzoeken hoe het loopt. En zijn we direct in januari, februari zijn ermee begonnen. Maar het is voor jullie natuurlijk ook van levensbelang. Als de boel niet voor elkaar is, dan ben je gewoon de klos. Precies, dan kunnen we dus de weg niet over. Nee. En dat kunnen we niet hebben. Nee, dat kan je niet. Dan blijft het thuis staan, dat willen we niet. Dat vond je een hoop gedoe? Het kost natuurlijk veel energie en we zitten toch wel zo best wel veel uren in. Het monteren van de platen, het aanvragen van de platen, het sorteren van de platen. En er zijn toch een heleboel bij ons aangevraagd. Ja, dat kost veel energie. Eerst het aanvragen, dan ga je het sorteren en dan moet het nog op de machine, dan moet een plaatje achter. Moet een beetje zichtbaar zijn. Best veel werk. Een hoop gedaan, hè? 150 of zo? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, zomaar, ja. Jongen. Ja, het is, maar dan is dat ook voor elkaar. Toch? Alles voor elkaar. Zo is dat. Dat is belangrijk. Nou, Richard, tevreden? Ik wel, ja. Ja, hè? Ja. Goed voor elkaar hier wel, ja, hè? Ja, ze hebben het hier echt goed voor elkaar, ja. Als je dat antwoord zo geeft, denk ik van, had iedereen dat maar. Ja, nou ja, zo denk ik inderdaad wel, ja. Maar geen ontsnappen aan, hè? 1 januari is de datum. Ja, ja. En anders is het gebeurd. Nou ja, dan moet je naar het keuringsstation en dan zijn de kosten vele malen hoger. Doodzonde. Ja. Zoals ze in Groningen zeggen, zunne van de cent. Precies. Zeg, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga er van tussen. Ja, tot ziens. En registreer me. Belangrijk. En remmen is voor bange mensen, heb ik net gehoord. Dus geregistreerd deze. Ja. Nou, dat is belangrijk. Zit keurig netjes kenteken op. Mooi, hè? Doei. Tot ziens. Hoi.